weet niet wat ze hier allemaal aan het uitspoken zijn. Ze hebben overal dit hier aan staan. Weet je wat leuk is? Kijk, dan laat ik nog twee zusjes uitlopen. Kijk. Ik had al gezegd dat ik hier een pakketje heb. Ja. En die ga ik dus even openmaken. Ik laat de andere kant niet zien, want het lijkt me niet handig niet. Vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja, dat zijn wij. Het is vandaag dinsdag 6 december 2022. En zoals je kan zien op de klok hier achter me is het alweer 5:05 in de middag. Ja, en ja, wat ik allemaal ga doen vandaag, ja, dat is gewoon vlogs. En dat hoort er ook bij. Dus ja. En ik sta lekker in de keuken mijn kartoffelsoep lekker warm te maken. Dus dat ga ik even lekker maken. Dus heel veel kijkplezier is goed. Ja, het is nu inmiddels 8:09 in de middag. Ik loop weer even met de hondjes. Ja. En het is nog oud. Ja. Dat is ook handig. Maar, nou ben ik dus nu even lekker lopen met de hondjes. Ja. Even een klein blokje. Ja, kom. Lieve schatje, kom. Ik weet niet wat ze hier allemaal aan het uitspoken zijn. Ze hebben overal dit hier gaan staan. Ja, helemaal waars. Helemaal goed. Nat. Oké, nou ja. Even wachten en eventjes zo meteen opsteken. Ja. Weet je wat leuk is? Kijk, dan laat ik nog twee zusjes uitlopen. Kijk, en dan mogen ze weer lekker terugkomen. Kijk maar. Dat is het leukste van zo'n grote rollijn. Doe maar, lopen. Ja. Kijk, en dan gaan ze weer. Gaan ze helemaal uitlopen. Kijk, heb ik hier gewoon een rollijn. Twee dus. Nee, die heb die rode en hun nummer blauwe. Kijk, ze is helemaal uitgelopen. En dan komt hij maar. Ja. Ja. Dat is een leuk spelletje, lof. Toma, ga maar lopen. Ja. Waar is Poes? Oh, wat leuk. Kijk. Ja, kom maar. Leuk. Hier, kom eens hier. Voor. Goed zo. Nou, en dat doe ik dus eigenlijk altijd met ze. Vind ik leuk. Vooral met hun, want deze blijft toch wel lopen. Maar hun daarentegen, hun hebben zoiets van, oh, we moeten snel lopen. Snel is niet altijd handig. Nee. Ik zit maar eens eventjes bij de bank. Op de bank, ja. En ik heb dus een post gekregen. Maar ik weet niet wie dit heeft gedaan. Of wat dan ook. Maar ik wist niet in dat ik zo heette, zeg maar. Ja, dat weet ik dus niet. Maar wat het is, ik weet het niet. Ik ga het meemaken, ik ga het merken. Ik vind het helemaal best. Ik ga het even kijken wie wat waar. Even kijken. Wat leuk. Maar dan zal ik het wel even melden dat en dat ik niet zo heet. Maar oké, maakt niet uit. Ik weet van wie het is. En dat is van mijn broertje David. Heb ik post gekregen van zijn vriendin. Is ook leuk. En ik heb hier ook het een en het ander. Maar dat ga ik zo meteen even openmaken. Samen met Roderick. Dus die haal ik zo meteen even op. Dus, want dit vindt hij ook wel, denk ik, leuk. Ik weet wat erin zit, heb ik zelf besteld. Dus ja, lekker. Lekker bezig. Nou, we zitten weer in de auto. En jullie zien het wel waar we waarschijnlijk staan. Maar, ik had al gezegd dat ik hier een pakketje heb. Ja. En die ga ik dus even openmaken. Ik laat de andere kant niet zien, want het lijkt me niet handig. Nee. Zelfde kleur toch?
Ja, toch wel, hè? Zo. Zo. Kijk, het is leuk, 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 leuk. Kijk. Het zijn wel lekker warme. Lekker warm, oké. Okay. Tjing, 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 tjing. Doe jij eens die? Even. Ja. Het zijn hele mooie. Zwarte met rode. Nou, jullie zien het. Hele mooie muts. Alsjeblieft, schat. Zie je van mij? Ja. We gaan die hebben. Ik denk dat het wel lekker warm is, ja. Staat je op. Ja, goed, hè? Het staat jou ook goed, hoor, moet ik zeggen. Is het goed. Ja, precies. En daarbij hou ik eigenlijk al nooit van even mutsen, maar ik vind deze wel lekker chill, moet ik zeggen. En niks op aan te merken. Dat is wel lekker zo. Maar alsjeblieft. Ja, maar je kan hem ook gewoon nog een beetje verstellen, hè? Niet verstellen. Je kan hem niet groter zetten, dat is wel jammer. Ja, dit is gewoon een eenmaatschot. Een eenmaatschot. Gewoon opzetten. Ah, joh, makkelijk. Nee, gewoon je... Nee. Als ik dit wil doen, dan ga jij helemaal omhoog. Nergens van boven. Zie ik toch niks zo? Nee, dat zeg ik ook niet. Kom eens hier. Kom eens hier. Kom eens hier. Kom eens hier. Kom eens aan. Kom eens aan. Nee, dat is zo. Ja, nou, prima. Zie je dan niks? Nee, maar dat is ook... Trein, dat is niet handig. Maar dat is ook niet wat ik wil. Maar nee, dat wil ik ook helemaal niet. Maar ik blijf gewoon in mijn gezicht nog gewoon zo. Maar jij doet gelijk dat als ik iets bij jou wil gaan doen. Nee. Het is lekker warm. Ja, heerlijk warm, ja. Dus, dankjewel, Patrick, voor deze mutsen. Joepie. Waar staat deze muts me toch weer goed vandaag? Oh, wat ben ik weer goed gemutst. Ja, ik ben gewoon heel goed gemutst gewoon vandaag. Ja, maar lekker vrolijk wezen, waarom ook niet? Mwah. 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 Hoe duur is die? Brugkaas. Nee, brug. Nee, kijk eens. Ja, een euro en... 2 euro. Ja, ja. Wauw. Ja, ja. En hier zat een beetje bol, dus die mogen we sowieso al niet meer verkopen. Ja, bijna wel. Dit is een nootje, dus mag ik sowieso niet hebben. Wat, en wat hebben ze daar allemaal? Hier, kijk hier. Sinterklaas. Sinterklaas, wie kent hem niet? Maar 4 euro. 2,50. Voor die pot te leggen. Maar helaas. Bolle speculaas. 50 cent. Nee, je hoeft niet. 3 speculaas. Je kan hier dus kruidnoten mee bakken. Leuk. 50 cent. Ja, ja. Nog meer speculaas. Hé, drop is volgens mij. Haal hem maar eens ervan af, alsjeblieft. Die krat, want ik mag dat niet tillen. Niet. Jammer, joh. Een mandel speculaas. Ja, 50 cent. Oh. Van binnen, 50 cent. Ja, en ze hebben er meer, schat. Ja, ja. Nee, maar ze hebben nog... Ze hebben er meer. Oh, wat ben je allemaal aan het doen dan? Wat ben je allemaal aan het doen? Dingen weghalen. Ja, maar als je gewoon even eventjes deze ervan afhaalt, even kijken wat er nog allemaal meer zit. Kijken, die komen. Het is niet handig voor ze. Kijk, speculaas maar los. Kijk, dat is handig. Voor 5%. Kijk. Waarom doen ze het? Ja, dat is niet. Welkom. Folieballon. Geef me er nog maar één dan. En hebben we hier. En hier ook een paas. Wat is dat? Wil je kijken? Wat is? Appeltaart speculaas. Mooi. Neem maar mee. Hebben we nog een paas of niet? Ik
heb nou 2 gele, hebben we nog een paar zilver. Ik wil het even kijken. Ja, we moeten een beetje slim wezen, hè, in deze maatschappij. Oh, dat is geel. Ik moet paas hebben. Dit is niet. Nee, jammer. Helaas pindakaas. Nou ja, helaas pindakaas. Jullie horen het. Ja. Ja, hij tilt wel even voor me. Helemaal goud. Jullie zien het goed. Ik lig inderdaad al op bed. Maar eerder op de avond lag ik ook al lekker op bed. Want ik was zo moe. Mijn ogen die waren zo moe. Dat was echt... Oké. En toen was ik nog een vlog aan het editen. Dat was dit eigenlijk, hè. Gewoon echt dit. Nou, toen kreeg ik echt zoiets van... Nou, ik moet echt even bij gaan slapen. Want anders komt dat niet goed. Nou, dat heb ik gedaan. Nou, toen om 9 uur werd ik weer wakker. En om 9:30 heb ik de hondjes gedaan. Roderick nog even lekker aan haar telefoon gehad. Die is nou trouwens overigens aan het werk. Want jullie zien hem ook nou niet naast me liggen. Zoals altijd eigenlijk. Maar oké, maakt niet uit. Ik heb hem al wel via de telefoon gesproken. En via de app, et cetera, et cetera, et cetera. En het is nu inmiddels bijna 2 uur midden in de nacht. Ik heb al eventjes gekookt voor morgen. Ja, want morgen ga ik alweer naar Den Helder. Ja. Tot en met een vrijdagochtend ben ik weer in Den Haag. Ja. Want zaterdag moet ik even ergens op locatie wezen. En dan hoop ik dat Roderick achter mij aan gaat rijden. Ja. Hoop ik. Want dan wordt en het een en ander gedaan aan mijn auto. Maar ook aan Roderick zijn auto. Ja. Maar dat later meer. Moet ik even kijken hoe dat allemaal gaat lopen. Maar eerst voor nu. Gewoon even wat, nog eten gekookt. Morgen moet ik alleen nog even spaghetti of macaroni. Ik denk dat het spaghetti gaat worden. Even koken en dan kan ik het lekker meenemen. En ook lekker weer even invriezen. Ja, precies dat. En ja, voor de rest hoop ik dat ik jullie weer heb kunnen vermaken. Bij deze vlog. Zo ja, ik zou zeggen, doe dan even een duimpje omhoog. Ja, hey, ik heb handschoenen aan. Hey. Daar ook even wat over. Als je namelijk kloofjes hebt, en vooral in de winter, kloofjes aan je vingers, smeer ze in dan met crème, vaseline of wat dan ook, en doe handschoenen aan als je gaat slapen. Want, en doe dat dan gewoon even een week lang, want geloof mij, je hebt ze daarna niet meer. Nee. Want het heelt. Echt serieus. Dus dat heb ik nu aan beide handen. Dus voor nu ga ik deze vlog lekker afsluiten. Dus heb jij genoten van deze vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier op de zwarte button. Ja, zwart. Hij is tegenwoordig zwart, jongens. En niet meer rood. Nee, inderdaad. Doe het belletje aan, want blijf je namelijk op de hoogte. Want elke dag om 2 uur komt er weer een nieuwe vlog online. Doe het duimpje omhoog. Ja, deze duimpje. Oeh, dan krijg je leuk, allemaal lekker confetti om je heen. Hé, hoe toevallig. En laat even gelijk een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.